naar de minister hoeveel tijd hij nodig heeft voor de applicaties van de moties. Ik hoor dat hij meteen over kan gaan tot de applicaties. Dan geef ik het woord aan de minister. Voorzitter, ik ga uw hulp even vragen. Wilt u dat ik start met de moties te vragen of zal ik het in volgorde doen van de sprekers? Ik laat het helemaal aan u. Als u het goed vindt, ga ik dan aan de hand van de sprekers die of vragen hebben gesteld of motie hebben ingediend. Doen we dat zo. Dank u wel. Voorzitter, 6 oktober jongstleden hadden wij inderdaad het commissiedebat kansspelen. Daarin hebben wij onder meer uitgebreid gesproken over reclame voor online kansspelen en het verbod op ongerichte reclame. En ik kan u melden dat ik inmiddels de inbreng uit de consultatie en voorrang verwerkt heb en dat het besluit onderweg is naar de Raad van State. Daarbij zal ik de Raad van State verzoeken om dit besluit met prioriteit op te pakken. Ik heb tijdens het debat aangegeven, tevens met de brancheorganisaties en vertegenwoordigers vanuit tv-media, in gesprek te gaan over kansspelreclame. Enkele van u verzochten mij dat ook nadrukkelijk te doen, waaronder de ChristenUnie, mevrouw Bikker. Ik heb het ook opgepakt en daadwerkelijk ook gedaan. En in het bijzonder hebben we gesproken over de verwachte toename van reclame voor het wereldkampioenschap voetbal voor mannen. Ik heb nadrukkelijk gevraagd om de reclames rond het wereldkampioenschap te matigen. De twee brancheorganisaties voor online kansspelen en de brancheorganisatie voor tv-marketingorganisaties hebben mij bevestigd dat zij het belang van matiging zien en daartoe gecommitteerd zijn. En ik kan u alleen maar aangeven, het was een zeer constructief gesprek waarvoor ik de branche dan ook zeer dankbaar ben. Ze hebben me er wel op geattendeerd dat er ook partijen zijn die niet aangesloten zijn bij brancheorganisaties. En die partijen wil ik, aan de hand ook van dit debat, ook hierbij nog eens met klem oproepen om niet het onderste uit de kan te willen halen. Een goed verstaander heeft daarin genoeg aan de hal voor, denk mij. Voor u uw betoog vervolgt, de heer Van Ispen, SP. Ja, voorzitter, dank. Een hele korte vraag hierover. Kunnen partijen, of ze nou wel of niet aangesloten zijn bij die brancheorganisatie die zich niks gelegen laten aan deze heldere oproep van de minister, mogelijk ook bijvoorbeeld boetes tegemoet zien vanuit de kansspelautoriteit, misschien wel zelfs het intrekken van de vergunning. Wat is er mogelijk in een escalatiemodel? Want wij zouden graag de minister daarin willen steunen. De minister. Voorzitter, op het moment dat ze regels nadrukkelijk overtreden en de KSA constateert dat, ja, dan kunnen ze wel degelijk boetes tegemoet zien en processen. We zitten daar kort bovenop. Dank u wel. Voorzitter, ga ik nu tot de beantwoording over. Ik start met de eerste motie van mevrouw Bikker. Mevrouw Bikker, het gaat via u uiteraard, voorzitter. Het voorstel om de preventie-inzet op het gebied van kansspelverslaving te verbeteren. Voorzitter, ik heb de idee en de indruk dat we op één lijn zitten. En ik heb ook in het debat toegezegd dat ik de komende tijd kom met nadere voorstellen kom, juist om dat preventiebeleid inhoud verder te geven en invulling te geven. Ik kom met hoofdlijnen. Iedereen wacht op de magische brief in november omtrent dit dossier en daarin kunt u mijn hoofdlijnen tegemoet zien. Gelet op de inhoud van deze motie geef ik hem als appreciatie. Oordeel Kamer. Dank u wel. Dan de motie over cryptocurrency. Motie 2. U begrijpt de motie. Maar mijn ambtsgenoot bij Financiën gaat over het onderwerp cryptocurrency. Ik heb u dat ook geantwoord tijdens het debat. En ik begrijp ook via haar ambtelijke ondersteuning dat er dit jaar, 2022, nog een brief komt over de regulering en consumentenbescherming. Ik leg het neer bij mevrouw Bikker, voorzitter, of zij de motie wil aanhouden tot ze de brief krijgt of dat ze toch de motie zal indienen. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. En dank ook aan de minister voor de bereidwilligheid, ook op de vorige motie. Waar hier mijn zorg zit, is dat de verslavingsgevoeligheid die er speelt rondom cryptocurrency niet het eerste oogmerk is van het ministerie van Financiën om daaraan te denken wat de gevolgen daar zijn. Ook het kansspelelement. Dus ik hoop dat de minister van Rechtsbescherming is aangehaakt bij het schrijven van de brief van de minister van Financiën. Want als deze elementen ontbreken, dan zal ik mijn motie alsnog in stemming moeten brengen. Want ik vind dit echt een belangrijke waarschuwing waar we nu nog kunnen reguleren. In ieder geval nog kunnen denken wat we kunnen doen, in plaats van het over ons heen te laten komen. Want die les hebben we al een keer te hard moeten leren. Dus ik wil de motie aanhouden, voorzitter. Maar ik hoop wel dat de minister dan mee gaat schrijven aan de brief. Want anders dan denk ik dat ik hem alsnog in stemming moet brengen. De minister.
Mevrouw Bikker, voorzitter. Ik beschouw dit als een winstwaarschuwing en derhalve zal ik mijn ambtsgenoot, mijn collega, hiervan op de hoogte stellen dat u deze verwachting hebt. En ik zal ook mijn ambtsgenoot mijn diensten aanbieden in deze. Dank u wel daarvoor. Dan wordt deze dus aangehouden. Gaan we naar de motie 3 van de heer Van Nispe. En die is ook namens CDA ChristenUnie. En dat gaat, ik vat hem eigenlijk zo samen, dat het gaat over de capaciteit voor de kansspelautoriteit voor handhaving uit te breiden. Zo interpreteer ik de motie. Kijk, tijdens het debat hebben wij ook over toezicht en handhaving gesproken. Ik heb ook gewezen dat de KSA handhaaft op verschillende terreinen en dat ze dat risicogestuurd doet. Afgelopen jaren is er al meer capaciteit gegaan naar handhaving. Je moet denken, als ik terugkijk van 2017 naar 2022 en ik kijk naar de formatie en ik kijk naar de stijging van formatie, zie ik op het gebied van toezicht en handhaving toch een stijging van 30%. Ook de komende jaren zal de capaciteit worden uitgebreid waar dat nodig is. Ik denk bijvoorbeeld voor toezicht op de landgebonden sector en de aanpak van illegale landgebonden aanbieders. Als ik de motie mag zien als een oproep aan mij om met de KSA in gesprek te gaan over de vraag of er voldoende capaciteit is, dan hoor ik die boodschap goed. Ik ben continu in gesprek met de KSA en juist de capaciteit dat ze hun werk goed kunnen doen, heeft mijn volle aandacht. Als ik de motie zo mag interpreteren, mevrouw de voorzitter, geef ik de motie oordeel Kamer. Kijk even naar de heer Van Nispe. Voorzitter. Mits dat ook specifiek gaat over de handhaving van het illegale aanbod natuurlijk. Waar iedereen ook nog steeds bezorgd over is. En waarvan we het helemaal met z'n allen eens waren dat dat natuurlijk ook heel gericht aangepakt moet blijven worden. Nog los van al die andere taken die er bovenop zijn gekomen. De minister. Volstrekt. Mevrouw de voorzitter, is ook een van de taken van KSA. Kijk eens aan, dan heeft die oordeel Kamer de volgende motie. Dat is ook van de heer Van Nispe, de vierde motie. Verslavingspreventiefonds om de uitgaven iets meer in balans te brengen. Kijk, ik wijs erop dat het verslavingspreventiefonds is gevuld. Het maakt nu al mogelijk om meer te doen dan dat we bij oorspronkelijk voorzien was. Kijk, ik kijk hier samen met het departement van VWS, maar ook met de KSA, of het onderzoeksbudget verhoogd kan worden om zo meer onderzoeken te kunnen laten uitvoeren volgens de onderzoeksagenda. En daarnaast zijn wij voornemens om het geld aan te wenden om juist die bewustwording van de risico's van gokken te vergroten bij de kwetsbare groepen. Meer geld kan alleen, moet je ook afvragen, kan ik het doelmatig besteden? Kan ik het volgen? Kan ik zien waar het naartoe gaat? En kijk, mocht er in de toekomst blijken dat er onvoldoende middelen zijn om de doelstelling van de Verslavingspreventiefonds te behalen, dan mag u van mij verwachten dat ik ingrijp. U hoort hoe ik de motie leest. Ja, er zijn activiteiten uit het Verslavingspreventiefonds voor onderzoek, voorlichting en anonieme behandeling. Ik vind die allemaal belangrijk. Ik vind ook van belang dat we kaders opzetten voor de zorgplicht voor aanbieders en ook dat toezicht. U weet dat ik inzet op die speellimieten. En de KSA heb ik ook gevraagd om nadrukkelijk onderzoek te doen naar de invulling van de zorgplicht. U hoort mij zeggen dat ik de motie als zodanig zo lees. En als ik het zo mag lezen en zo mag interpreteren, kan ik hem oordeelkamer geven. Ik kijk heel even naar de heer Van Nispe of die daarmee kort is met die lezing. Ja, voorzitter, maar er komt ook wel een soort onvrede. Spreekt er uit onze motie over het huidige preventieaanbod. Dat staat echt nog in de kinderschoenen. Dus het is wel een echte oproep. Meer een effectief preventieaanbod. En dat was ook volgens mij de eerste of de tweede motie van mevrouw Bikker. Is daar wel verwant aan. Dus dat is ook wel de oproep die hier echt wel bij hoort. Dus het is niet zo van, nou, ga vooral zo door op deze weg. Nee, er moet wel echt een stap bij wat het preventieaanbod betreft. Het staat echt nog in de kinderschoenen. Waar het gaat om kansspel, om de kansspelen. Is ons door deskundigen ook verteld. De minister. Voorzitter, ook ik heb de deskundige gehoord en ik ook geef ook aan van de wet is een jaar oud. Je kijkt naar het Verslavingspreventiefonds, we moeten ook groeien. We moeten ook leren. En dat ben ik bereid te doen en de KSA ook in deze. Dus kijk eens aan, dank u wel. Dan. Een vraag die mij gesteld is, zet alles op alles om 1 januari te halen voor het reclameverbod. 1 januari 2023 wel te verstaan. U heeft mij gehoord, ik was het debat en alle aanwezige Kamerleden dan ook dankbaar voor de tempo die ze maakten en het besluit wat genomen is. Daarna heb ik niet gedraald. Ben ik ook overgegaan tot actie. Iedere wijziging nu die we nu zouden doorvoeren zou wellicht leiden tot veel later in de tijd. Dus ja, mijn focus zit op de januari maand. Ik heb u ook aangegeven dat ik dat niet in eigen handen heb. Dat ook hangt van behandelwijze bij de Raad van State. Die heeft daar een x aantal weken voor.
Zelf zet ik alles op alles om het in januari te realiseren. Daar vinden we elkaar en er wordt hard aan gewerkt. Dat is het eerste antwoord op de eerste vraag gesteld door de heer Van Nispen. Dank u wel. Tweede vraag die mij gesteld was: sportsponsoring niet opschuiven uiterlijk 1 januari 2025. Dus niet de meest schuivende tweejaarstermijn. Zo heb ik uw vraag begrepen. Ik ben ook iemand van de man, een woord. Ik probeer ook betrouwbaar te zijn. Stel dat het zou opschuiven naar 2 januari 2023. Dan mag je ook verwachten dat die tweejaarstermijn meeschuift. Dan doe ik ook recht aan het debat zoals we dat gevoerd hebben. Ga ik toch schuiven naar voren of naar achter, vind ik het niet chic naar het debat zelf. Dus ik wil eigenlijk op deze vraag dit antwoord geven, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dan de vraag van, ik hoop dat ik de vraag goed begrepen heb, de derde vraag die de heer Van Nispen gesteld heeft. Kan Crux niet worden gekoppeld aan overkoepelende speellimieten? Ik heb uw vraag zo begrepen. Dank. Als leek dacht ik van, nou, misschien is dat een begaanbare weg. Echte mevrouw de voorzitter, ik heb mij laten overtuigen dat Crux heel technisch heel anders vormgegeven dan wat nodig is voor een systeem voor overkoepelende speellimieten. En ik ga een poging doen om dat toe te lichten en uit te leggen. Crux werkt op basis van hit-no-hit wanneer iemand inlogt om te spelen. Ben je wel of niet capabel om te kunnen spelen? Het is een registratiesysteem. Een speellimieten moet je voor elke speler bij elke speelactiviteit de uitgegeven bedragen in de gaten houden. Vergt qua organisatieontwerp totaal iets anders. En dat is de reden. Dus het is heel technisch moeilijk, onmogelijk om die twee te gaan combineren. Dus moet ik aangeven, niet aan beginnen. Anders haal je echt een IT-problematiek op je hals en niet realiseerbaar. Ik heb u ook toegezegd dat ik met name hiernaar wil kijken en ook wil aangeven hoe ik hiermee wil omgaan in de novemberbrief. Dat is mijn volgende antwoord op vraag 3 die mij gesteld is. Dank u wel. Ik zie de heer Van Nispen gaan staan. Ik zou u wel allemaal willen verzoeken om het kort te houden, want hierna komen nog 2 wetgevingsdebatten. En het is inmiddels al 8:40. Dus... Ik ben zelf deelnemer, dus ik dupeer mezelf als ik het lang zou houden, voorzitter. Ik heb een vraag over die een man, een woord vraag die ik had gesteld. Kijk... De minister heeft eigenlijk de indruk steeds gewekt dat het 1 januari 2025 zou zijn. Dus dat is op zich ook een afspraak die gemaakt is. Daarvan zou je ook kunnen zeggen een man, een woord. Dus vind ik het niet per se logisch om die datum mee op te schrijven. Nou goed, ik wil maar zeggen, ik wil de minister graag aan denken zetten. Hoeft ook niet per se nu helemaal uitgediscussieerd. De minister gaat alles op alles zetten om 1 januari te halen. Maar ik vind eigenlijk die 1 januari 2025, die stond ook en dat was ook een afspraak. Dank u wel, de minister. Voorzitter, ik ben bekend met dit standpunt, want die heb ik eerder gehoord van de heer Van Nispen. Maar ik heb ook in het debat aangegeven wat haalbaar was en uitvoerbaar was. Dank u wel. Vervolgt u het betoog. De vijfde motie is van de VVD en van de PvdA. Verkenning naar meer opbrengsten kan spelen ingezet kunnen worden voor versterking sport en preventiegokken. Indiener gaf ook aan dat we tijdens het debat op een paar onderdelen het niet met elkaar eens konden worden. Of niet dicht bij elkaar kwamen. Voorzitter. Ik worstel enorm met deze motie, maar er wordt mij gevraagd om een verkenning. Die heb ik u goed horen zeggen. En daarin zeg ik van een voorjaarsnota, gelet op de complexiteit, gelet op de actoren die ik moet betrekken, gelet ook op, niet alleen ik, maar ik moet ook VWS hierbij betrekken, financiën bij betrekken, hij ligt wat complexer. En tegelijkertijd begrijp ik uw zorg. Als we het invoeren 1 januari 2023, dan zou het voor sport consequenties hebben per 1 januari 2025. En daarin maakt u zich zorgen over de sport, want daar zit uw kernprobleem. Naast dat u vindt van wat kunnen we ook doen voor de behandeling van preventie tegen gokken. Anderzijds, ik heb u 2 doelen gehoord. Ik focus me op het eerste doel, de sport. Ik wil u dit toezeggen. Ik zoek ernaar om de motie eigenlijk oordeelkamer te kunnen geven. Ik wil met name die gesprekken, die verkenning beetpakken in de komende jaren en op weg gaan en de evaluatie zal plaatsvinden in 2024. En dit specifieke onderdeel wil ik daaruit halen en naar voren trekken. Dus begin januari weer in 2024 oppakken. Zodat voordat dat verbod ingaat per 1 januari 2025 voor de sport, we helderheid hebben. En daar uitspraken over kunnen doen en kunnen kijken naar oplossingen. Daarin verzoek ik de indiener van de moties om met name het woordje komende voorjaarsnota te schrappen. Zodat ik die verkenning in de tijd kan plaatsen en kan oppakken.
De heer Heerma. Ja, voorzitter, ik ben erkentelijk voor de beweging die de minister maakt om te kijken hoe we deze motie toch door de Kamer kunnen krijgen vanuit de minister. Ik worstel er nu ook mee. Ik vond het een uitstekende motie namelijk. Want het gaat, de meeropbrengsten zijn er dit jaar al. En wat ik heel graag zou willen is dat die meeropbrengsten gewoon nu al ingezet kunnen worden. Juist omdat die preventie nu veel belangrijker is bijvoorbeeld om te gebruiken dan over 2 of over 3 jaar. En dan vind ik dat 24 wel erg laat is. Dus ik zou kunnen leven met we ronden die verkenning af in 2023. Ik denk dat dat haalbaar zou moeten zijn. Er zijn andere moties als het ging om die evaluatie, hebben ook oordeelkamer gekregen, zijn naar voren getrokken, hebben ook tot besluitvorming geleid. Dus ik denk dat dat bij deze ook zou moeten kunnen. Dus mijn tegenvoorstel zou zijn, als we die verkenning in 2023 kunnen laten plaatsvinden en afronden, dan hebben we een deal. Eens kijken hoe ver we in de onderhandelingen komen. De minister. Voorzitter, u hoort dat ik me maximaal stretch en beweeg en ik probeer te kijken wat kan en wat kan niet. Dit ligt complex voor mij. En ik wil echt de heren maar zoveel mogelijk tegemoet komen, maar ik kan niet anders. Dan moet ik de motie gaan ontraden. Dus ik verzoek u met klem, dit keer beweeg mij richting op alstublieft. Ik kijk nog 1 keer naar de heer Heerema, VVD. Ja, voorzitter, ik vind dat toch echt lastig. Ik zal het eerlijk zeggen. En natuurlijk wil ik heel graag oordeelkamer hebben op deze motie. Maar ik denk dat deze minister het misschien zichzelf iets te moeilijk maakt met de overlegstructuren zoals hij die voor zich ziet. Terwijl op andere onderdelen van de evaluatie die plaats zouden moeten vinden, dat daar moties over zijn ingediend, die makkelijk oordeelkamer hebben gekregen, ook geleid hebben tot ander beleid en een andere koers vooruitlopend op de evaluatie. Dan denk ik dat dat hier toch ook echt mogelijk zou moeten zijn. Dus voorzitter, ik ben zeer erkentelijk voor de beweging die de minister maakt. Maar 2024, dat is echt laat. En dat betekent dat wij een heel groot deel van die meeropbrengsten, of eigenlijk alle meeropbrengsten die er de komende jaren te verwachten zijn, niet kunnen gebruiken op de termijn die we het nodig hebben voor preventie en ook voor sport. Het gaat me namelijk niet alleen om de sport, voorzitter. De minister heeft dat uitgebreid aangehaald. Maar het gaat me juist ook om de preventie, omdat ik ook zie dat een heel groot deel van de jongeren gokt, terwijl we daar iets tegen zouden moeten kunnen doen. En ik zou het gewoon zonde vinden om die middelen te laten liggen, terwijl ze volgend jaar beschikbaar zijn en we er iets mee zouden kunnen doen. Dus ik neem het in overweging. Ik hou de motie niet aan. Ik laat hem in stemming brengen en ik laat u nog weten of ik hem wel of niet aanpas. En dan toch ook even voor de volledigheid. Onaangepast is, zoals hij nu voorligt, is het ontraden. Dat is correct, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Laat ik wel stellen, ik dank de heren maar voor de beweging die hij in deze gemaakt heeft. En ik wacht uw oordeel af. En dan waren er tot slot nog een paar vragen van mevrouw Kuik. Zeker. Als ik de vragen goed heb beluisterd, gaat het over jongeren. Zijn ze nu beter af nu of in het verleden? En tegelijkertijd vraag ik me af, wat ga je eigenlijk doen om juist die stijging van die kwetsbare groep, om dat te voorkomen? Zo heb ik uw vragen gehoord. En ik zie u ja schudden. Laat ik vooropstellen, het komt in kaart. We krijgen het nu een keer helder. Ja, legaal. Wat er illegaal gebeurde en hoeveel Nederlanders, hoeveel jonge mensen ook aan het gokken waren, ja, dat cijfer weten we niet. En nu wil ik ze echt kanaliseren meer naar die legale kanalen waardoor je zicht krijgt. Maak ik mij zorgen over die stijging van jongeren? Ja, ik maak mij zorgen. Grote zorgen. Dat is ook de reden waarom ik echt gericht wil kijken hoe ik de reclame richting jongeren echt teniet kan doen. Kan reduceren. Daar zit die worsteling. Dan hoort u ook meteen een duidelijk doel wat ik heb naar de toekomst toe. En die ongerichte reclame. En daar doe ik ook het appel op. En u mag best weten, toen ik met de brancheorganisaties aan tafel zat, heb ik hun ook dit voorgehouden, enkele onderschreven het. Misschien kwam dat ook omdat sommige hele jonge kinderen hadden. En die zeiden ook tegen mij, kijk, dit is heel complex. Want je moet het wel ook technisch goed regelen dat het uitgevoerd kan worden. En zelfs zij boden hun expertise aan, naast de expertise die wij zelf hebben, om te kijken hoe ik juist die kwetsbare groep kan beschermen. En daar zet ik nu op in. Punt, mevrouw de voorzitter. Dank u wel aan de minister. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze beraadslaging over de kansspelen. Ik wil de leden erop attenderen. Ik zie nog even de heer maar komt niet naar voren lopen. Ik dacht dat hij misschien nog iets over zijn motie zeggen. Op attenderen dat de stemmingen over de moties zijn de eerste dinsdag na het reces. Zeg ik iedereen dank voor de aanwezigheid. En dan schors ik voor een kort moment, zodat we snel en voortvarend door kunnen naar het volgende debat.